Ik ben Mathilde Klerk. En ik ben Sven. En ik ben Stijn. Vandaag gaan we een game op bike doen en we zijn hier in Otterlo. De challenge is een heel rondje om het meer op tijd. Ik ben toch een beetje bang hierboven. Ik ga nu eerst de finishlijn trekken. Laverwerking, jongen. Challenge bunny hoppen. We beginnen met iets laags, zoals dit stokje, en we gaan heel de tijd hoger en hoger. Heb je hem geraakt? Ja, voor mij wel. Oh. Nee! Joh. Dit is al zeker 30 centimeter. Ik ben benieuwd of ze dit gaan halen. Ja. Ah. Oh, Stijn niet gehaald? Nee. Wat is hoger dan? Oh. Ja, nou, hij is iets hoger dan mijn record. Mijn record is 31. Dus ja, dat is een puntje voor België helaas. Oh, dat dit is. Ja, Matteo, dan bij de linkerkant, want dat ligt hoger. Ja, maar dat is echt wel. Doe een keer dat stokje erachter. Ja, ja! Ja! Laat het komen! Zullen we ons niet hoger? Ik probeer het met eentje en een nog wat. Hé, maar hoe uitkomen! Nee. Oh. En nu gaan we kijken hoe het met jullie loopt gesteld is. Ik zie de beugels. Ja, ja. En rem maar al een beetje. Rem maar al. Rem maar al. Ja, ja, ja. Let's go, let's go, let's go. Hallo? Hallo? Hey! Jullie zien hier deze berg, toch? Zometeen gaan Matteo en Sven zo snel mogelijk naar boven rennen met de fiets op de schouder. Laten we gaan kijken. 3, 2, 1, start! De eerste challenge is voetbal. Ja, we hebben allebei helemaal niks met voetbal, maar daarom doen we het vandaag lekker met de fiets. Het is heel simpel, 2 goals. Wie dat eerste 3 goals heeft, die wint. Stuit!
Dat was paal. Was dat paal? Matteo! Wat? We gaan beginnen met de volgende challenge. Oh ja. Yeah. En de volgende challenge, dat is zo ver mogelijk door het zand heen rijden. Oké. Okay. De volgende challenge is een parcoursje door het zand. Als je een voetje op de grond zet, krijg je 1 strafpunt. Wie het minst strafpunten heeft op het einde van het parcours, wint. Ik begin. Dankjewel. Ik vond het ook echt super leuk. Ja, jullie zijn altijd welkom in België.
super hard bedankt. Echt leuk. Nou, alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Geen probleem. Ja, abonneer en like deze video. En dan zien jullie Matteo volgende week. En zien jullie ons volgende week ook weer. Doei! Niet vergeten, like en subscribe!